Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over een Studio 100 onderdeel waar echt best wel vaak naar gevraagd is al, namelijk K3. Oké, om te beginnen mijn band met K3. Ik ben opgegroeid met K3, met de OG K3, dus Karen, Christel en Kathleen. Daar was mijn fave als ik klein was altijd Karen. Later werd het meer Christel. Ik weet niet waarom. Maar ik heb het wel nog steeds ook voor mensen met rood haar. Dus dat blijft dan een beetje of zo. Toen in, ik denk 2009, kwam de transitie naar Karen, Christel en Josje. Ik denk dat Josje daar eigenlijk wel mijn favoriet was vanaf het begin. En waar het vlammetje een beetje was uitgedoofd bij K3, ging het weer echt omhoog toen Josje erin kwam. En de jaren met Josje heb ik best wel op de voet gevolgd. Ik weet niet waarom. En toen kwam dus het afscheid. K3 stopt niet, maar wordt vervangen met Hanne, Klaasje en Marten. Ik moet oppassen dat ik geen fout maak nu. Stiekem heb ik Klaasje wel altijd heel leuk gevonden in die formatie. Dus ik vond het wel jammer dat ze stopte. Sowieso heb ik met die nieuwe formatie nooit echt heel veel gehad ofzo. Ik heb het wel gevolgd allemaal, al die zoektochten. Ik heb zelf ook meegedaan. Met de eerste. En ook met de tweede. Maar bij de eerste ben ik verder gekomen dan bij de tweede. Daar komen we misschien zo nog even op terug. Ik weet niet. Hanne vond ik vanaf het begin vreselijk. Die heb ik door de jaren heen wel iets meer leren waarderen door het ouder worden en zo. Want in het begin, ik kon haar niet uitstaan in het begin. Dat is dus gebeterd. En nu zitten we dus in de formatie Hanne, Marten en Julia. En op dit moment heb ik niet zo heel veel meer met K3. Ik volg het nog. Maar het is niet dat ik intens meteen helemaal gehyped ben met liedjes. En bijvoorbeeld de biggetjes. Ik vond het leuk dat ze het ging doen. Maar ik heb heel een mini seconde getwijfeld of ik zou gaan kijken in Antwerpen. Maar ik was veel te laat met tickets. Waardoor de zaal al best wel vol zat. En ik had ook zoiets van, als ik dan ga, wil ik wel goede plekken. Ja, en ergens ben ik misschien ook wel blij, want als ik die filmpjes allemaal zie en wat er allemaal aangepast is. En ja, ik weet niet, de eerste versie was ook kinderlijk, maar ik heb het idee dat deze versie nog net dat stapje meer kinderlijk was ofzo. Van wat ik ervan gezien heb. Ik heb hem nog niet volledig gezien. Maar dat is meer musical, het gaat me over K3. Julia is een frisse verschijning. Maar er gaan toch wat dingen over dat meisje rond die ik niet zo heel fijn vind. Dus dat is even een hot topic op dit moment. Ik denk dat de meeste mensen die ermee bezig zijn wel weten waar ik het nu over heb. Ik ga het ook niet bespreken, want het is niet aan mij om erover te oordelen. Maar ja, het is een beetje gek allemaal. Maar goed, we gaan gewoon terug naar het hele begin. Want daar start onze reis. Dat was even mijn korte... mijn ervaring over K3. K3 begon ooit als een meidengroep. Een girls band. Nooit de bedoeling geweest dat het voor kinderen zou worden. Als je dan die periode waarin dat beslist werd en wat later zag, zou je het eigenlijk niet kunnen inbeelden dat het een volwassen groep had moeten worden. Een deelname aan Eurosong was ook nog onder dat concept, denk ik. En toen werden ze opgepikt door Studio 100. En toen zaten we in het alle kleuren area, volgens mij. Daar begon het grote plaatje volgens mij mee. En daar gingen we dan naar Jikke Jikke. Heya Mama werd nog een keer opgevoerd volgens mij toen. Tele Romeo. Ik weet niet 100% hoe die eerste jaren in elkaar zaten. Maar dat zijn wel zo de eerste stapjes van K3 die ik me ook herinner. Ik vond die liedjes ontzettend leuk om op te dansen en te zingen. Zoals denk ik elk kind van mijn leeftijd die tijd. Dus K3 was voor ons een leuke meidengroep. Ze hebben ook heel veel programma's gemaakt. Waaronder om te beginnen De Wereld van K3.
Dat was in mijn tijd ook nog wel echt een ding. De OG-wereld van K3. Een studio vol met kinderen. Toen kwam Martin Gauws over dieren vertellen. Die vrouw, Magic. Ja, ik ben haar naam even kwijt. Er was ook een kok volgens mij af en toe. Denk ik. En dan die kinderen daartussen. Ja, dat was de OG-wereld van K3. En dan kwam er ook altijd een bekend iemand die kwam zingen of iets doen. Ja, vond ik altijd wel heel leuk. Ik herinner me echt flarden van dat programma. Maar ik herinner me wel dat ik dat altijd standaard keek gewoon. Dat vond ik natuurlijk, ja, ik vond het leuk. Wat voor programma's kan ik me nog herinneren? Ja, later is de wereld van K3 nog in andere vormen gebracht. Die met Josje vond ik nog wel leuk ook, omdat daar ook het dansgedeelte in zat. Dan ging Josje allemaal dansjes uitleggen en dat vond ik toen niet echt wel leuk. Ook al kende ik de meeste van die dansjes wel, maar toch voor een paar van die, ja, pasjes die je niet zo snel doet als je niet het volledige dansje doet ofzo. Ja. Ze gingen ook dingen maken van bijvoorbeeld een melkkarton omvormen tot een portemonnee. Ik heb dat allemaal gedaan. Ik deed wel mee. Of dat tekenen. Dan kwam, volgens mij was het Jean-Paul of zo van Studio 100. En die kwam dan tekenen en leerde je een kasteel en een prinses en een beer. En oh, die leerde je dat allemaal tekenen. Dat vond ik ook heel leuk. Ja. Goed, dan kwam nadien ook K3 Kan het. Dat heb ik iets minder. Ik heb er wel een keer wat dingen van gezien, maar nooit echt meegekregen. Wat had je nog? Ik vergeet volgens mij echt een heleboel. Ja, in ieder geval, ze hebben best wel wat programma's gemaakt. Ook de nieuwere hebben al wat programma's, maar die kan ik al helemaal niet. Ik ga even mijn neus net terug. Ik zit de hele tijd met zo'n irritante... een blokkade op mijn neus. En dat is niet fijn voor jullie om te horen ook. Zo, dat lukt op. Nee. Dus van de nieuwere kan ik... Ik weet, ze hebben ook zoiets van Iedereen K3 of zo. Dat lijkt dan weer een beetje op die... de wereld van K3. Ook met gasten en met dingen. En, wat hadden ze dan op de tafel van K3? Wat ik wel heel leuk vond aan de nieuwere was dat ze dan rondom de zoektochten die een jaar later programma's of het eerste jaar in beeld brachten. Dat vond ik wel heel leuke programma's. En de zoektochten zelf waren ook gewoon heel leuk om te volgen. Persoonlijk vond ik. Dus misschien heb ik net ook een scoop verteld dat je het nog niet wist. Maar ik heb dus meegedaan met zowel de eerste als de tweede preselectie. Bij de eerste... Dus eerst moet je altijd een online formulier invullen. Daar ben ik 2 keer doorgekomen. Bij de 2e keer ben ik niet verder gekomen. Bij de derde keer. We kijken in de toekomst. Nee, dan ga ik niet meer meedoen met de auto. Ik ben 30, jongens. Bijna 30. Ik ga geen K3 meer worden. Maar bij de eerste heb ik ook echt mogen gaan voor de jury zingen op VTM. Dat was best wel bijzonder. Ik had even dat papiertje moeten zoeken. Ik heb ooit wel een vlog gemaakt waar ik dat allemaal verteld heb. Maar mocht je het dus nog niet weten, ik heb dat wel allemaal gedaan. Ik ben ook niet verder gekomen trouwens. Ik heb geen echt tv-aflevering heb ik niet meegemaakt. Achteraf gezien ben ik misschien ook wel blij. Want kijk, daar waren wat vollere meisjes die ze dan wel nog meegenomen hebben. Wat verder in het programma. Die werden altijd op een gegeven moment toch een soort van onderuit gehaald of zo. Want K3 is niet voor vollere meisjes, weet je. Dat vind ik zo'n belachelijk ding nog steeds. Dat mensen met een maatje meer in dat soort dingen gewoon geen kans krijgen. Ze hebben ook geprobeerd om Nora bijvoorbeeld. Of er waren nog meisjes met een andere huidskleur die ze geprobeerd hebben erin te krijgen. Maar als het puntje bij paaltje komt, blijft K3 gewoon een blanke meidengroep met de haarkleuren rood, blond en zwart. De stereotypes. En dan vind ik het wel lastig, want we zitten in een wereld waar er zo wordt gehamerd op dat woke en alles. En in dat plaatje is het altijd maar oké. Dat we wel gewoon terug naar datzelfde type altijd gaan. Dun, mooi en die kleuren haar. Ja, maar goed.
Dat is eigenlijk een heel andere discussie. Dat heeft hier niets mee te maken. Maar ja, dus van die nieuwere programma's weet ik dus niet zo heel veel. Ze hebben ook heel veel films gemaakt. Magische Medaillon, Kattenprins, Dierenhotel, Bengeltjes. Dat zijn volgens mij die van de. Ik probeer een beetje te spieken, want ik heb ze hier allemaal wel een beetje zitten. Ik denk dat dat diegene van de OG zijn. Sorry als ik je vergeet. Dan Dans van de Farao en Love Cruise. En dan gaan ze nu iets met zeemerminnen doen. Toch? Dat is het volgens mij. Ik heb ze zo goed als allemaal gezien. Ja, de nieuwste nog niet. Kan nog niet. Moet nog gemaakt worden. Magische Medaillon, daar was ik echt nog jong voor. Maar als ik die later terugkeek of kijk nog wel eens. Ik vind vooral stukjes met Paul de Leeuw als geest. Vind ik geweldig. Voor de rest vind ik het niet zo'n heel boeiende film. Het is ook een beetje, ja, weet dat, te kinderlijk of zo. Kattenprins vond ik beter. IJsprinsesje is mijn fave. Urbanus en Lak en Kei. Oh, Heroes. Die maken die film gewoon echt tap. Om het in hun woorden te zeggen. Of taf. Nee, en daar zitten zoveel volwassen grappen in. Als ze in dat paleis op die glazen bol aan het kijken zijn. Of met die hofdame ook. Oh, dat vind ik echt de beste film. Bengeltjes, die gaat dan weer een beetje naar af, vind ik. Het verhaal is wel leuk bedacht, maar ja, ook tussenin. Dan gaan we naar de nieuwere. Dat is Farao en Love Cruise. Love Cruise ging best wel leuk gemaakt. En Dans van de Farao heb ik denk ik nog maar één keer gezien intussen. En die vond ik ook wel leuk op zich. Maar ja, dat moet je dan met een korreltje zout bekijken, omdat die dan in coronatijd gemaakt was. En dat valt soms wel op, vind ik. Maar goed. En naast al die dingen doen ze natuurlijk ook de musicals. En ik wil later nog een uitgebreid thema misschien maken op het einde van deze serie. Dat is volgend jaar waarschijnlijk. Maar ik ben even mijn draad kwijt. Over de musical wil ik nog op het einde van volgend jaar een dingetje maken. Maar K3 heeft dus ook musicals meegedaan. Door een Roosje, de Biggetjes, Biggetjes 2.0, Alice in Wonderland. En dat is denk ik toch, ja. En Kathleen heeft ook nog de Kleine Zeemeermin meegedaan. Maar dat is ook weer een zijstukje, dus die pakken we er nu even niet bij. En Crystal heeft ook Pinocchio meegedaan. Maar dat is ook weer een zijsprong. Karen heeft ook heel veel dingen losgedaan, maar dat heeft allemaal nu niks meer met K3 te maken. Ja, Door een Roosje heb ik laatst nog teruggekeken. Staat op Videoland, volgens mij, als ik me niet vergis. Langdradige musical, man. Ik heb ook gewoon mijn vijf stukjes een beetje gekeken en sommige stukken heb ik echt gewoon geskipt, omdat ik dacht, het duurt me te lang. Maar ik ging wel huilen bij hun eerste verschijning. Want ik dacht, oh, daar is de OG K3 in hun mooie pakjes. Oh, mooi. Dus ja, dat. De biggetjes heb ik net al een beetje uitgelegd dat ik dat ook een dubbele vind. Ik vind het wel een leuke musical. Maar ik heb het wel moeilijk met de nieuwere versie. Dus geef mij dan toch nog maar de OG-versie met Mama Pig, Daisy Thijs ook. En ja. De Door van Boekel als Louis de Vos. Ik heb nogmaals Walter heel kleine fragmentjes van gezien. Dus ik ben wel benieuwd om het helemaal te zien. Maar het is allemaal zo. Wat ik gezien heb is zo kinderlijk gemaakt. En dat vind ik een beetje jammer. En dan Alice in Wonderland is mijn favorite musical met K3. Want ja, dat zat ook dus ook in de area met Josje. En vond ik gewoon leuk. En die ken ik volgens mij echt zo goed als uit mijn hoofd. En ik vind Nicole en Hugo, onze hartekoningin forever. Vind ik een prachtrolletje. Daar heb ik echt liefde voor die musical en de liedjes. En daar moeten ze met hun fikken van afblijven. Want die is gewoon goed zoals die is. Ja, ik denk dat dat een beetje K3 in een notendop is. Als je me vraagt één favoriete nummer van K3, dan kan ik volgens mij echt niet kiezen. Als ik echt één super favoriet OG. Oh nee. Of uit elk. Mag ik niet gewoon uit elk area? Maar zelfs dan vind ik het nog moeilijk.
Het zou makkelijker zijn als je zegt, neem gewoon alle albums en kies één favorite elk album. Dat zou nog lukken. Ik zit nu met zoveel nummers in mijn hoofd. Ik kan ze allemaal beginnen opnoemen, maar ik vind gewoon zoveel nummers gewoon echt leuk. Nummers die ik niet leuk vind, vind ik makkelijker. Want ik heb een kleine haat opgebouwd voor Oya Lele. Ik weet niet waarom. Te vaak gehoord, denk ik. Mensen gaan daar helemaal los op, maar ik denk echt... Oya Lele, yo. Zo snel mogelijk afzetten, die zooi. Ik denk dat dat het enige liedje is dat ik echt vreselijk vind. Waar ik nu kan opkomen in ieder geval. Er zullen er nog wel zijn. Maar de meeste vind ik gewoon leuk. En ik vind ook vooral van de nieuwere cd's met Josje vind ik de vibe in de muziek wel het leukst. Omdat het wel wat meer volwassen is. Dat ging bij 10.000 luchtballon ook weer iets meer naar beneden. Dan ging het ook weer meer zo over de kinderpop of zo. Terwijl de fans wel gewoon steeds groter werden. Want dat is ook wel nog een dingetje. Misschien om even heel kort erbij te halen. Het K3 fandom. Wauw. Ik hoor daar zelf niet bij. Kijk, ik bekijk alles van op een afstand. Maar als ik zie wat er op Twitter allemaal gezegd wordt. En wat ik allemaal zie voorbij komen in TikToks en video's van mensen. Dat ik echt denk... Kijk, ik heb respect dat je fan bent van K3. Ik heb daar respect voor. Maar ik vind dat we toch ergens bij moeten houden dat het nog steeds de doelgroep kinderen is. En niet 16-plussers. En dat wordt de laatste jaren... best wel overschaduwd, vind ik. Als je taferelen ziet bij het einde van de Miggetjes musical, dat de productie gewoon moet zeggen, en nu gaan jullie allemaal achteruit. Want zij moeten nu in de bus kunnen, er worden geen foto's meegemaakt, het is klaar. Dan heb je het al ver getroffen. Als in, ben je denk ik net een stap te ver gegaan. En die stap is er al een tijdje geweest. Ik herinner me bijvoorbeeld ook met de Biggetjes dat ze in Mechelen een signeersessie hadden in de Albert Heijn. Al die oudere fans stonden van 6 uur 's ochtends aan de deur. Kindjes die eerst naar school moesten en die pas in de namiddag konden komen, die moesten allemaal achteraan bijna aanschuiven. Ik vond het echt wel zielig. Ook in zo'n Toys Champ, volgens mij ooit, hadden ze ook zo'n signeersessie. Was precies hetzelfde. Ja, je kan mensen niet verbieden om ergens heen te gaan, maar ik denk dat bepaalde individuen hun conclusies een keer moeten gaan trekken. En als je al 20 foto's met K3 hebt, be happy. Je mag van mij nog naar concerten gaan, maar houd ook netjes. Ga niet alles lopen schreeuwen. Oh, ik ben 1 keer naar een zomeroptreden van K3 geweest. Ik denk dat het 1 jaar of 3 geleden is intussen. Het viel gelukkig mee van de oudere fans, want als ik sommige video's zie die alles lopen mee te schreeuwen, tussen de liedjes door. Het zal nu ook met die zomersingle niet beter zijn met water. Oh, vreselijk. Mensen gaan helemaal gek worden. Nee, ook bij de Biggetjes dat er dingen werden geroepen tijdens een show. Het is en blijft een musical, jongens. Een show. Het is geen K3 optreden. Hou het netjes. Ja. Dat is even een boodschap naar de fans. Dat wou ik nog even doen. Maar ja, dit is K3 notendop, denk ik. Ik denk niet dat ik iets vergeten ben op het moment. Oh, wacht. K3 met Samson en Gert. De aflevering dat ze gaan optreden. En dan eten ze soep die niet slecht is. En dan worden ze allemaal ziek. En dan gaan ze van Samson en Gert verkleed als K3. En dan ineens staat K3 daar in van die hele mooie glitterpakjes van de op elkaar tijd. Oh, die waren zo mooi. Oh, ik was zo jaloers als kind. Ik hou nog steeds enorm van glitter. En ik denk dat het allemaal daardoor komt. Die pakjes zijn zo... Oh, prachtig. Ja, nee. Daarmee wil ik afsluiten, ik weet niet. Heb jij nog iets leuks te melden over K3? Of ben ik iets belangrijks vergeten? Let me know. Ik kon het ook nog over de shows hebben, maar van de shows weet ik ook niet zo heel veel. Ze doen het, I know. Maar vraag me niet hoe al die shows. Ik ben ooit naar de allereerste show met die tovenaren, met dat boek geweest. Maar daar stopt het ook.
verder weet ik van K3 shows. Ik weet op een bank de wereld rond. Afscheidsshows in het Sportpaleis, maar verder. Ja. Dus als iemand nog iets leuks weet, zet het in de comments. En ik zie jullie graag voor een volgende video terug. Bye!